Everybody expecting me today to score. When everybody see me, they ask me, Uchebo, are you going to score today? I promise them I'm going to do my best. And after the end of the game, I try my best, I score one goal and the one assist, and thank God for that. Yeah. Why did everybody expect it from you to score? Because I'm a professional, you know. I just started a league, so everybody expecting me to score goal. So I have to make everybody to be happy. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je 3-1 voorkomt, eigenlijk net in een fase dat VVV probeert druk op jullie te zetten, dat je zoiets hebt van, nou, dit moet wel binnen zijn. Laat ze maar komen. En dan kan je zelf met die mensen voorin, kan je het heel moeilijk maken. Maar in plaats van dat gingen wij het initiatief nemen. In plaats als je gewoon de bal moet laten gaan en de juiste mensen voor moet laten spelen. Nee, iedereen ging meelopen. Ja, dat kan natuurlijk niet. En het kan eigenlijk ook geen verrassing zijn, hè? Want VVV is nou juist zo'n ploeg die, ja, als ze achterstaan, juist opportunistisch gaan spelen. Ja, maar nogmaals, wij hebben ze zelf in het zadel geholpen. En niet VVV vandaag, met al respect, zoals ze normaal voetballen. Ja, wat moet je hier nou mee? Een punt mee naar huis nemen.